Na die 6 chemo's ben je natuurlijk zo verzwakt en je weerstand is laag, je energie is er niet. En dan mag je meedoen met het sportprogramma. Ja, en dan ben je bezig en dan merk je gewoon dat je eigenlijk niks kan. De spierkracht is niet meer wat het geweest is, die conditie loopt achteruit. Ze merken gewoon sneller moe te zijn. Je begint met 8 minuten fietsen. Dan ben je een uur lang intensief aan het sporten. Het zijn wat handvatten die je geeft om weer te kunnen bewegen. En na zo'n 3 maanden trainingsprogramma merk je gewoon dat ze al heel veel dingen weer kunnen. Vaak weer terug kunnen naar hun werk, misschien alweer aan het sporten zijn. Het grootste deel heeft heel veel baat bij het trainingsprogramma. In eerste instantie verwacht je niet dat het jou overkomt. Mijn kinderen waren in paniek, want ja, door het kanker dan verwachten ze gelijk van, oh jee, je gaat dood. Veel praten, veel huilen. Ja, dus je laat alle emoties langskomen. Ja. Ik ben Hanneke Wentink. Ik woon in Leidschendam. Ik heb 2 kinderen van 18 en 22. Ik werk bij een orthopedisch instrumentmaker. Daar doe ik de administratie voor een groot deel. En baliewerkzaamheden. En daar heb ik het erg naar mijn zin. Ik had geen klachten. Ik voelde zelf een knobbeltje in mijn linkerborst. En dat was vrij groot in een vrij korte tijd. Dus je laat het een beetje lopen. En op een gegeven moment denk je, ja, het blijft er zitten. Dus ik ga toch maar eens naar de huisarts. En die verwijst je door. En dan kom je direct inderdaad in de molen van een mammografie, wat niet goed is, een echografie. En dan de schrik van, oh jee, het is misschien niet goed. Dus je krijgt een punctie. En ja, dan weet je eigenlijk wel dat het foute boel is. Ja. En dan slaat de paniek wel even toe. Ik heb een huidbesparende borstamputatie laten doen. Ja, dan kom je een week later weer terug bij de chirurg. En dan krijg je te horen dat er toch uitzaaiingen zitten in de lymfe of in die poortwachtklier. Dus ja, dan moet je weer onder narcose, weer een operatie om de lymfeklieren weg te laten halen. Ja, en dat hakt er behoorlijk in. Ja. Ik heb chemotherapie gehad. Dan merk je gewoon dat je een slechte conditie krijgt. Je bent ontzettend moe. Je lijf wil niet mee. Alles is stijf. En ja, alles wat je doet is ook vermoeiend. Als ik wel eens ging wandelen tijdens de chemo, de eerste week ging ik 10 minuten wandelen, kwam ik hijgend binnen. Net of je de marathon had gelopen. Zo'n gevoel had ik. De oncoloog had aangedragen van er bestaat een programma Bewegen naar Kanker. Ja, en ik ben nogal sportief, dus ik had zoiets van, ik doe mee, dus ik vind dat heel erg fijn. En zeker onder begeleiding, want je weet natuurlijk niet wat je kan en wat je niet kan. Dus dan krijg je eerst een sporttest bij de sportarts, Petra Groeneboom. En dan krijg je echt een uitgebreide test. Alles wordt nagekeken, je hartfunctie wordt gecontroleerd, je longinhoud, je mobiliteit van je gewrichten. En het is echt een heel uitgebreid onderzoek. En dan krijg je ook een fietstest. Nou, we hebben bijna een minuut al gehad. Gaat snel. Wat ik vaak hoor na alle behandelingen van bijvoorbeeld chemotherapie en bestralingen, dat ze ook niet meer weten hoe ze moeten bewegen. En dat is wel ook een toevoegende waarde van dit trainingsprogramma. Dat ze weer durven te bewegen, dat ze weer weten hoe ze moeten bewegen. En ze kunnen ook zelf eraan werken aan hun herstel. En niet alles maar ondergaan, dus weer naar het ziekenhuis om chemotherapie of bestralingen te krijgen. Maar ze kunnen ook zelf actief aan hun herstel gaan werken. De kern van het beweegprogramma is eigenlijk dat degenen die er komen trainen, 3 maanden lang eigenlijk trainen. En dan puur gericht op kracht en op de conditie. En daarbij leren hoe ze weer om moeten gaan met het lichaam. En hoe ze daarna eigenlijk weer zelfstandig door kunnen gaan trainen om weer eigenlijk nog een stukje verder te komen in die kracht en de conditie. Zodat ze hun normale leven, wat ze daarvoor hadden, weer op kunnen pakken. Als een deelnemer voor de eerste keer komt, dan ga ik eerst de kracht testen. Zodat we individueel programma opstellen. En die herhalen we tijdens de 3 maanden dat ze trainen. Dan mag je rustig gaan liggen, je voeten gebogen houden. En dan rustig omhoog komen met je romp.
En dan, als je omhoog komt, mag je uitblazen. Je kan jezelf zijn, je kan ontspannen sporten. En met lotgenoten. Hè? Dus je kan een praatje maken. Je hebt tijden dat je dat niet wil, maar het kan wel. En je weet natuurlijk van elkaar wat je hebt meegemaakt. Het is gewoon heel fijn dat je dan zelf je kan gaan sporten, weet wat je kan. Je merkt met fietsen dat het gewoon weer lekker gaat. Dus ja, het is heel positief om in 3 maanden dit te doen en ook te zien wat je bereikt.